weer een filmpje. We gaan vandaag een beetje praten over de ademsteun. Ademsteun zijn eigenlijk je buikspieren die je stembanden ondersteunen terwijl je zingt, maar ook vaak terwijl je praat al. Je kan je ademsteun een klein beetje voelen als je bijvoorbeeld je hand hier boven in je buik, dus ongeveer 15 centimeter boven je navel, en je duwt best wel hard op die spier. En je doet dan net alsof er een kat door de tuin loopt. Kst. Dan voel je die spier tegen je vingers duwen. Kst. Probeer het maar. Kst. Alle katten weg uit de tuin. Kst. Voel je die spier duwen? Dat is een van de belangrijke spieren, je middenrif. En die zorgt ervoor dat je lucht langzaam uit je longen geduwd wordt terwijl je aan het zingen bent. Je kan er verschillende oefeningetjes doen en de meeste oefeningetjes zijn, als je ze nog nooit gedaan hebt, best wel een beetje grappig. Daar gaan we. Ik zet ze een beetje op muziek, dan is het wat leuker. Gaat zo. Dus wat ik doe, is een hele harde zeggen. Vier keer en dan adem ik in op een relaxte manier door mijn mond en drink eigenlijk de lucht een klein beetje op. Heel rustig, zodat hij echt naar mijn buik gaat. Want als je inademt, dan moet je navel naar buiten komen en niet je schouders omhoog. Die moeten eigenlijk helemaal niks doen, je schouders, als je zingt. Die hangen maar gewoon een beetje lekker ontspannen te zijn. Dus je doet een harde F vier keer achter elkaar en dan doe je net alsof je door een rietje, gewoon met een ontspannen mond, je adem weer naar binnen haalt en je buik naar buiten. Gaan we nog een keer. Adem in. Adem in. Adem in. Goed zo. Als het goed is, voel je bij elke F die je uitblaast of uitduwt, zeg maar, voel je je middenrif aanspannen. Heel snel en weer los. Gaan we nog een keertje doen. We doen het wat langer. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. Goed zo. Oké, nice. Gaan we hetzelfde doen op een sh. Net zoals net eigenlijk, tijdens het wegjagen van de kat. Gaan we dus. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Adem in. Nog een keer. Hou hem hard. Goed gedaan. Je zou hetzelfde kunnen doen, bijvoorbeeld met een Z of een V. We doen het met een Z op dit moment, want dan lijkt je een klein beetje op een mug of op een bij en dan lijkt het net alsof de lente al komt. We doen hem iets langzamer. Dus dan krijg je dit. En elke keer als je een nieuw Z'tje aanzet, dan duwt je middenrif mee. Dus als ik zo met mijn hand doe, dat is dan mijn middenrif. Elke keer duw ik mijn middenrif naar voren en mijn buikspieren gaan dan eigenlijk naar binnen. Dus je kan ook, als je het moeilijk vindt om je middenrif te voelen, kun je ook voelen dat je navel elke keer naar binnen gaat als je de Z aanzet. Dus dit is dan mijn buik. Het is niet heel hard. Anders dan zing je veel te hard en dan vinden je stembanden dat ook weer niet fijn. Gaan we proberen. 2, 3, 4. Probeer nog eens. Denk aan je buik. Moeilijker omdat
houding te houden. Zorg dat je je lip, misschien je onderlip, een klein beetje nat maakt. En dan leg je eigenlijk je boventanden heel ontspannen op je onderlip. En dan klinkt het dus... Heel relaxed moet het zijn in ieder geval. Niet zo. Komt er te veel lucht uit. Daar gaan we weer. Denk aan je middenrif of denk aan je navel die elke keer een klein beetje meer naar je ruggengraat moet.